Er zijn trucjes waarmee je onzichtbare soorten straling toch zichtbaar kan maken. Althans, onzichtbaar voor ons menselijk oog. Neem nog bijvoorbeeld infraroodstraling. Ik heb hier een afstandbediening. Die afstandbediening, daar zit een ledje in. Dat ledje geeft infraroodstraling af. Dat kan ik normaal gesproken niet zien, maar richt ik mijn mobiele camera erop. Kijk eens eventjes. Nou zie je het ledje licht geven. Ja, uh, licht, nee, infraroodstraling gaat hij afgeven. Maar de mobiele camera is een beetje in de war. En die denkt: hé, hey, dit is straling, die straling moet ik opvangen. De sensor kan deze infraroodstraling wel opmerken, heeft niet door dat die buiten het zichtbare spectrum valt, en registreert het gewoon als zijnde. Nou, er dus komt zoveel licht binnen. In ieder geval komt het bij het roodfilter binnen. En dat zegt hij gewoon, nou dan is het er dus gewoon zoveel hoeveelheid rood dat binnenkomt. En dat vertaalt hij gewoon als een beeld op het scherm. Dus vandaar dat we dus met een in infraroodstraling toch zichtbaar kunnen maken.